Welkom bij aflevering 5. Vandaag gaan we de jurk in elkaar naaien. Ik heb het halsbeleg verstevigd. Voordat ik ga afwerken, ga ik eerst de koeknaden sluiten. Ik heb ervoor gekozen om alles af te werken met de Bernina L460 en daarbij heb ik gekozen voor een 3-draads overlocksteek. Heb je deze niet, kies dan voor je naaimachine om een zigzagsteek te gebruiken of een overlocksteek. Als je alles afgewerkt hebt, gaan we nu de blinde rits in het achterpand inzetten. Let op hoe ik dat doe. Een blinde rits heeft de tandjes aan de onderkant. Deze gaan we inzetten met voet 35. Deze heeft een speciale geleider zodat de tandjes goed openstaan bij het inzetten van de rits. Wat ik ga doen, ik rits de rits open, leg de goede kant van de rits met de tandjes naar boven op de goede kant van de stof. Deze ga ik met spelden vastzetten. Nu ga ik de rits inzetten met voet 35. De tandjes van de rits worden door de sleufjes goed geleid, waardoor de rits er nog strakker in zit. De eerste kant van de rits is ingezet. Ik heb helemaal tot het einde gestikt, zodat we niet meer verder konden. Waardoor een heel klein stukje van de rits niet vastgestikt is. Hier hebben we dadelijk profijt van als we de naad gaan sluiten. Nu kun je de andere kant van de rits inzetten. Deze gaan we op dezelfde manier inzetten, alleen pakken we dan de rechtersleuf van de voet. En hij zit er strak en perfect in. Omdat deze machine een ingebouwd boventransport heeft, heb ik daarom de D-variant van deze voet gekozen. Want dan kan ik werken met het ingebouwd boventransport. Omdat ik de ritsvoet gebruik, verplaats ik de naald naar links. Ik ga nu de middenachternaad sluiten. Deze ga ik op 1,5 centimeter stikken. En stik ik tot het puntje het einde van de rits. Ik heb de schoudernaden genaaid en heb ik opengestreken. Nu is het tijd voor het halsbeleg. Ik heb het halsbeleg gespeld. Deze ga ik nu stikken en daarna inknippen. Waarom knip ik deze in? Omdat de ronding om de hals dan veel mooier valt. Nadat ik de halslijn heb ingeknipt en de naad korter heb geknipt, ga ik nu het beleg van de foute kant op foute kant leggen, waardoor de halslijn netjes is afgewerkt. Je kunt er nu voor kiezen om de halslijn door te stikken, of je kunt hem mooi plat strijken. Kies je voor het laatste, zet dan de halsbeleg op de schoudernaden met de hand losjes vast. De halslijn is afgewerkt. In de volgende aflevering maken we de jurk af. Tot dan! Bernina. Made to create.